welkom bij deze extra video. En zoals je ziet, zit ik hier niet alleen. Ik ben hier met... Cas, ik ben het neefje van Bianca. En wij gaan samen een video opnemen. En wat gaan we doen? Japans snoep maken. We gaan een Japans snoepketje maken. En hoe is jouw Japans? Niet goed. Dat is het mijne ook niet. Dat is een beetje jammer, want het staat er letterlijk alleen in het Japans op. Ja. Maar goed... Als we er niet uitkomen, dan is er vast wel een filmpje online te vinden. Want dit is natuurlijk niet voor het eerst dat dit op YouTube is. Ik heb het zelf ook al vaker gezien. En ik heb het snoepkitje besteld op mostcutest.nl. Ik zal het linkje ook in de beschrijving zetten naar die website. Daar kun je deze snoepkitjes gewoon kopen. Nou, laten we het eerst maar eens even openmaken. Oké, ik ben benieuwd. Hier ook nog een schaar, als dat makkelijker is. Nee, dat gaat wel. Hopelijk zit er plastic in, anders ligt nu alles in het zakje. We hebben hier een bakje. Een vorkje, een stokje. En een zakje. En dit, een gum. Nee, dus... Volgens mij moeten we daar die dumpling mee maken straks. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dit een snoepje is. En voor de rest... Zit er niks meer in. Zakjes. Drie kleuren. En wat rood, bruin en oranje. Ja, een tandenstoker. En een vorkje. Eens even kijken. Of we er met de plaatjes wel uitkomen. Volgens mij, als ik het goed zie, moet je een stukje van die... marsepeinachtig iets. Ja, dat moet je daar afhalen. En twee rondjes van maken. Ter grootte, twee bolletjes. Ter grootte van deze rondjes. Er staan hier rondjes op. Twee. En die pasta moet het dan bolletjes worden. Ter grootte hiervan. Het ruikt echt chemisch. Poef! Dat ruikt heel chemisch, ja. Maar volgens mij is dit al een en al chemisch. Maar goed, geeft niet. We gaan het wel proeven straks. Ja. Ik ben heel benieuwd. Is dit goed? Dan... Ja, dan moet je een bolletje van maken. Als ik het goed heb. En zo? Deze moeten we gaan knippen. Dus want dat er is één grote en één kleine. Doen. Deze is... Oh ja, deze is grote. Er... Ja. Er is er eentje denk ik wat groter dan de ander. Hoor. Dit moet allemaal losgeknipt. Wat? Dit. Al die verschillende bakjes moeten losgeknipt. Nou, we hebben nu twee kleine balletjes gemaakt op, op dit malletje. Die en nou moeten we de rest van het deeg, zeg maar, wat we nog over hebben. Daar moeten we plakjes van, rondjes van maken. Dus dat gaan we nu doen. En die moeten zo groot als deze. Moeten ze nog veel platter. Ja. Beetje uittrekken zo. Maar je kan het ook weer niet te veel uittrekken, want dan gaat het scheuren. Zie je? Mm-hmm. Dan denk je dat je ze daarna zo moet vouwen. Nee, kijk. En dan gaan we nu deze deegjes, daar gaan we dumplings van maken. En dat doen we door middel van zo'n deegje in de dumplingvorm te doen. Zo. En dan even zorgen dat hij over de randjes zit. En volgens mij moet je hem nu dubbel vouwen. Oh! Nee, want we moeten hem nog vullen. Ja, we hebben hier heel stiekem het filmpje erbij genomen. Want we zijn tot de conclusie gekomen dat ons Japans toch niet goed genoeg is hiervoor. Oh, dan beginnen we met die. Dit is de dumpling mix. Ga ik even een nieuwe maken. Zo. Doe hem er maar in. Wat? Die, zo erop.
Zo. Nee, je moet hem erin laten zitten. Oh, moet je hem erin laten? Ja. En dan, wacht, ik ben bijna klaar hoor. Dan kom ik eraan. En dan gaan we deze openmaken. Met een schaal. De dumpling vulling. Die ziet er zo uit. Ertjes en gehakt of zo. Kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat is groen met roze of zo. Ja, een beetje roze. En dan even kijken hoe die loopt. Zo. En dan wil je precies hier in het midden wil je wat van die vulling hebben zitten. Volgens mij hebben we straks maar twee dumplings. Dus dan is dat ongeveer de helft ervan moet erin. Zoiets. En nu is het een kwestie van dichtvouwen. Ook met het ding? Ja. Dan krijg je er van die mooie rondjes in. Ik ga even een bordje pakken, dan kunnen we het op het bordje leggen. Dingen die we klaar hebben. Een dumpling speciaal. Ik heb even een bordje gepakt. Nou, gerecht 1 is klaar. Nu de tweede dumpling. Die leggen we weer. Die leggen we weer op het dumplingvormpje. En dan strooien we daar de rest van de vulling in. Oh, een ertje. Oh. Dit ruikt ook alweer zo enorm chemisch. Oh. Het ruikt eigenlijk heel vies. En dumpling nummer 2 op het bordje. Deze dumpling vorm leg ik gewoon. Volgens mij zijn we nu klaar met de dumplings. Gaan we even kijken wat we nu moeten gaan doen. Nu gaan we een gebakken eitje maken. Ik denk dat... En nog een ander dingetje. Welke is voor welke? Er moest er eentje... Ik denk dat die grote hiervoor is. En we kunnen ook gewoon, want ik denk dat ze gewoon even groot horen te zijn. En dat de rondjes gewoon een beetje... Dat zou kunnen. Waar? Maar probeer ze er maar in te krijgen. We gaan dus nu in deze vorm gaan we garnering maken voor de soep. Dus nu hebben we een eitje en nog een ander hapje voor in de soep. En die moeten we ook nog vullen. Dus dat gaan we ook nog even doen. En die vulling maken we in dit bakje. Ik denk dat we dit nodig hebben. Deze. Hier hebben we een bakje. En in dat bakje staat een lijntje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er staat een lijntje op. Ja, hier. En we moeten nu water vullen tot het lijntje. Even mijn boven die doek doen. Ja, volgens mij is dat het, hè? Mm-hmm. Dus we hebben nu water tot het lijntje. En in dat bakje water doen we het bruine zakje. En dan nou, allemaal? Doe je best. Allemaal? Ja, alles erin. Wauw. En roeren. Met je vork. Totdat het helemaal is opgelost. Dit ruikt enorm naar cola. Ja. Volgens mij wordt dit onze soep. Ik heb er nu al trek in. Ik ook. De soep is gemaakt. En hier hebben we nog zo'n mooi bakje. Daar zit ook een lijntje op. Hier. En dat ga ik ook even vullen met water. Maar dit wordt een grotere uitdaging. Want dit bakje is een stuk kleiner. Mm-hmm. Maar goed. Dus... Nou. Verbazingwekkend ging dat weer goed. Well, ik moet het even... En volgens mij... Ik moet het af en toe even bijrollen.
moet je daar het gele zakje in mikken. Dat weet ik wel bijna zeker, want dat stond er. Het is een rechtshandige schaar. En ik ben linkshandig. Ja. Super handig. Oké. En waar ruikt dit dan weer naar? Weet ik niet. Ruik je nog niks? Banaan. Ah, waar is je vork? Ja. Volgens mij moet je dit nu ook weer mixen. Nou, dat moeten we even kijken. Dat weet ik niet. Nou. Wat is dit? Het wordt een hele gekke substantie als je het roert. Maar volgens mij moet je het even flink doorroeren. Totdat er niks, klontjes meer in zit. Maar wel rustig, want je giet nou de helft eroverheen. Dat is zonde. Dit moet eigenlijk ook voorstellen. Zou het? Dit is eigeel. Het is wel heel veel eigeel voor zo'n klein eitje. Kijken. Ik vermoed dat het wat anders is namelijk. Oh, is best wel. Oké, we moeten nu dit zakje, waar we net op gemeten hebben alles. Dat is dus blijkbaar ook een spuitzakje. En daar gaan we nu deze gele prut, eigeel prut, in stoppen. Lukt dat? Ja, wat kots van Tim. Tim is een klein roertje. Zo. En dan doen we het even zo. Dan zal het wel allemaal een soort van naar beneden moeten. Nu gaan we er dus een spuitzakje van maken door met een satéprikker in dit hoekje een gaatje te prikken. In dat hoekje? Nou was het natuurlijk handiger geweest om dat te doen als het zakje nog leeg was. Maar goed. Niet geboft, we gaan het gewoon nu alsnog doen. Goed, er zit een gat in. En je had gelijk, het is deels eigeel. En we gaan nu dus eerst even de twee eitjes die we hadden vullen. Het zit aan mijn hand. Yes. Even kijken hoor. Lukt dat? Komt het eruit? Het is niet super mooi, maar we hebben twee eitjes voor in de soep. Maar het moet eerst. En wat gaan we hier verder nog mee doen? Dat moeten streepjes worden in de soep. En wat zijn de? Noedels. We gaan hier noedels van maken. Dus wat we dan doen is ze in de soep laten vallen. En zij spoot dat hele zakje leeg, dus laten wij dat ook maar gewoon doen, toch? Hoe meer zoetigheid, hoe meer vruchten. Oh. Kijk, dat bedoel ik. Hoppatee. Eeuw. Goed. Nu hebben we, waar is onze vork? Onze vork is hier. Oh. Een beetje roeren, denk ik. Ja, kijken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar we hebben noedels in de soep. Het is echt vies. En nou moeten we onze soep nog gaan versieren. Ga je gang. Eitjes erin. En dumplings ernaast. Iets makkelijk, denk ik. Is het lekker? En dan presenteer ik jullie hier, iets hoger, onze ramensoep met dumplings. Oké, ik proef eerst een dumpling. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Waarschijnlijk gaan mijn tanden dood zo meteen. Echt zoet. Nou, ik ga er ook maar eens een nemen. Maar lekker zoet of... Zoet, zuur. Nou,
Nou, ik heb nog nooit zulke gore dumplings gegeten. Dit is de eerste keer dat ik dumplings eet, maar oké. Want ik heb nog nooit dumplings gegeten, alleen deze snoep. Yes. En ik dacht nog, dit is vast het lekkerste gedeelte. Nu wil ik eigenlijk de soep niet meer proeven. Ik wel. Nou, ga je gang. Wat ga je eten? Een eitje. Een eitje. Met ramen. En een beetje ramen erbij. Lekker hoor. Eet smakelijk, Cas. En doorslikken, hè? Neem ik het andere eitje? Ja. Dit. Ik heb een glaasje water. Nou, ik dacht dat ik die dumplings het lekkerst zou vinden. Maar eigenlijk vind ik de soep het lekkerst. Ik vind de dumplings het lekkerst. Ja? Ik vind dit wel lekker eigenlijk. Het is in ieder geval zoet. Die Eet dumplings waren hartstikke zuur. Eet smakelijk. Maar waar smaakt dit nou naar? Naar blubberige. Ja, volgens mij is die soep wel een beetje cola-achtig. Ja, die soep is gewoon. Waarschijnlijk was dat cola-poeder. Ja. En die ramen. Een beetje ondefinieerbaar, maar zoet. En dat vind ik toch lekkerder dan die zure. Maar volgens mij is dit, want we hebben nog een beetje over. De dumplingvulling. Volgens mij is dat hetgeen wat zo zuur is. Maar is het nou ook knettersnoep? Nee. Dat is echt heel smerig. Het is heel koud. Ja. Het is wel lekker. Oh, nou, kijk eens. Alsjeblieft. Oké, okay, challenge. Er zat nog best veel in dat zakje. Je hebt het jezelf aangedaan. Doei allemaal. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo is... Doe een duimpje omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En gaan we nog een keer een video opnemen? Ja. Ja, leuk. Dit is niet de laatste video met Cas. Want, en als je nou een idee voor ons hebt wat wij moeten gaan opnemen, laat het even in de reacties weten. Dan kunnen we het lezen en dan gaan we misschien daar wel een ideetje uitpikken, toch? Ja. Oké, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei, doei.